Je hebt daarna nog behoorlijk wat nazorg geleverd. Behoorlijk veel. En ja, dat vind ik heel bijzonder. Daar ben ik geen woorden voor. Dat vind ik echt. Zouden ze in de marketing overdelivery noemen, alleen het voelt wel heel oprecht. Ik ben Sylvia Heijstek, ik ben van de Succeswinkel. En wij begeleiden mensen om op hun plek te komen op hun werk. Volgens mij heb ik een keer op jouw website gezien toen dat je bij Jeff Volker was geweest. En dat vind ik een interessante marketeer. Dus toen heb ik je onthouden. Video is sowieso belangrijk. Geef bewegend beeld. Laat zien wie je echt bent. Je kan als het ware bijna een gesprek voeren met iemand aan de andere kant van de camera. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon anders als dat je dat opschrijft. Ja. Dus ik vind het dat je dan dichter bij je klant komt of je potentiële klant dan. Ik vind dat het er goed uitziet. Je kiest voor de mooie locaties. Goede belichting. Je denkt erover na, het ziet er rustig uit. Dat. Heel goed. Er waren allemaal mensen die ik toevallig kende, dus dat was wel grappig en bijzonder ook. Niet allemaal. Ook een klant van jou leren kennen, die een heel programma bij je hebt gedaan. En daar heb ik later nog naar gekeken, zag er ook allemaal super goed uit. Het was natuurlijk op een hele mooie locatie. Goed verzorgd, nou ja, alles erop en eraan. Je hebt daarna nog behoorlijk wat nazorg geleverd. Behoorlijk veel. En dat vind ik heel bijzonder. Daar ben ik geen woorden voor. Dat vind ik echt. Zouden ze in de marketing overdelivery noemen, alleen het voelt wel heel oprecht. Ja, dat hebben we natuurlijk ook in de cursus gehad. Van op welke manieren kan je video gebruiken en in contact komen met je potentiële klant. Dus daar ligt zo'n document voor me waar ik allemaal stappen in kan zetten. Dus dat is, appeltje eitje. Ja, dat vind ik wel een heel fijn gevoel. Ja. Ja, want het is natuurlijk daarbuiten al die tips en tricks. En als je een beetje kijkt op Facebook of op LinkedIn, Insta, dan word je overweldigd met alle manieren. En als je het eenmaal door hebt, dan wordt het wel leuk. Ja, ik zie het wel voor me. Ik heb natuurlijk de stappen en de manier gevonden hoe ik het voor mezelf kan doen. En dan gaat het helemaal niet om dat ik meteen 15 vlogvideo's maak, inderdaad. Het gaat er juist om dat ik het videomiddel gebruik om met mijn potentiële klanten in contact te komen. Dus ik kan er nu rechtstreeks mee aan het werk. In mijn beleving is dit dus wat jij moet doen. Dit werk. Mensen helpen met de zichtbaarheid om op de juiste manier zichtbaar te worden. Hoe moet ik dat nou zeggen? Dan moeten ze gewoon in gesprek met jou gaan. Want anders blijf je er op een afstand naar kijken en dan. Ja, dan kan je er wel iets over vinden en dan kan je er wel iets over willen zeggen. Alleen je weet het pas als je het zelf gaat doen. Dus ja, daarvoor moeten ze een gesprek met jou.